We zijn hier op oefening. In onze oefening is een verhoogde terreurdreiging vanwege een aanslag. Daarom hebben wij de taak om verschillende militaire complexen te bewaken en beveiligen. We zijn vandaag op het mobilisatiecomplex in Lieshout. We zijn met de viertonners en de Amaroks vanuit Breda richting Lieshout gereden. 1, 8. Hier hebben we appel gehouden en zijn we ingelicht over de huidige situatie. En hebben we allemaal taken toebedeeld gekregen die we de komende 48 uur uit zullen voeren. Na het appel zijn we naar de Bevo-straat gegaan. Daar hebben we scherfvesten uitgereikt gekregen die we de hele oefening moeten dragen. Vervolgens hebben wij van onze groepscommandanten taken gekregen, zoals het opzetten van de boogtenten, het inrichten van wachtposten en het klaarmaken van het slaapvertrek. Vervolgens hebben we bevelsuitgifte gekregen en we hebben onze posities meteen betrokken. We zijn ook de poort aan het bewaken. Hiervoor hebben we een verkeersfuik gemaakt. Dit is om te zorgen dat het verkeer afremt en zo te controleren welke mensen het complex binnenkomen of verlaten. Vanwege het verhoogde dreigingsniveau lopen we geladen op het complex. We lopen patrouille. Hierbij houden we in de gaten of er verdachte zaken gebeuren of mensen op het terrein thuis horen of dat ze er niet thuis horen. Dit doe je altijd samen met je buddy, zodat je elkaar kan ondersteunen. We trainen hier om adequaat te reageren op verschillende situaties. Als een man bijvoorbeeld zijn hond kwijt is en denkt dat hij op het terrein rondloopt. De Nationale Reserve traint om laag in het geweldspiraal in te stappen. En zo deescalerend te werken. Maar mocht het nodig zijn, dan zijn we ervan.